Hallo mensen van het Gameportaal. Ik ben Remco van Vrapoza. En vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe video. En een leuke video. Want ik heb vandaag voor jullie weer een nieuw modpack. En dat komt omdat ik vorige week heb ik voor jullie een modpack laten zien. Attack of the B-Team. En jullie vonden het eigenlijk zo leuk dat ik vandaag gewoon weer een nieuw modpack heb. En vandaag is het Big Dig. En niet Big Dick, nee, Big Dig. Weet je wel, van graven. Grote graaf. Dat klopt eigenlijk helemaal niet, maar ja, dat is het dus. We gaan het wel heel even dag maken. Of ja, dinges. We gaan even in F5 en ik heb net een nieuwe wereld aangemaakt. En wat we dan allemaal hebben is een boek met materials and you. Nou, dat is wat je als eerste moet doen en al de dingen. Die hadden we bij de dingen ook bij die. En dat ook. Oh. We hebben hier als eerste is dit wel fijn, want we hebben gewoon al een soort van starter kit. En die kun je ook bijvoorbeeld als je op een server als eerste komt, dan krijg je meestal ook zoiets. En kijk dan, we hebben hier volgens mij een radijsje zit of zo. Zit een radijs? Diesel Green. Volgens mij is dat een radijs. Of zoiets. Oeh, en een nieuwe boom. Oeh, nice. En we hebben nieuwe plantjes. En daar zweeft een of ander blokje. Maar ik zag net... Ik zag hier niet ook al bijenkorven. Want hier zitten weer ontiegelijk veel mods in. Ik op net op de beginpage stond volgens mij 102 mods. Dus dat is echt niet normaal. Dat is nog meer dan in Attack of the B-Team. Dus ja, hier, nou, hier is hetzelfde als we dinges. En natuurlijk, er zijn heel veel overeenkomsten tussen heel veel verschillende modpacks. Maar elk modpack is weer net wat anders. Attack of the B-Team is echt op de diversiteit gericht. En dit is vooral op de wat eigenaardige mods. We zitten hier bijvoorbeeld, even kijken, Computercraft. We zitten nog meer in. Dungeon Pack. Even kijken. Wat is het nog meer? Dat Galactic Craft, die zie je niet vaak in de dinges. Natura zit er ook in. Dat is een leuke. Misty Craft zit erin. Of Mistcraft. Dat zijn dus allemaal ja, mods die je niet zo heel vaak alleen zou gebruiken. Maar in zo'n modpack zien ze er natuurlijk geweldig uit. En daarom laat ik jullie dit modpack ook zien. En kijk dan, er zijn gewoon 8 pagina's met alleen maar nieuwe dingen. En wat ziet er leuk uit? Railgun. Flammable Spikes. Wind Turbine. Oeh, die ga ik eens een keer plaatsen. Holy fuck. Liquid Iron. Oh, oh. Oeh, Red Matter Explosive. Holy crap. Nee, what the fuck. Dit gaat maar door en door en door en door en door. Oké, ik kom even terug als deze klaar is met ontploffen. Oké, mensen. Ik heb uiteindelijk 10 minuten zitten te wachten. En hij bleef maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Dan heb ik het even opgezocht. En blijkbaar moest je een antimatter explosive laten ontploffen bij de black hole. Anders, ja, ging gewoon door. Maar what the fuck is die ambientie? Dat klinkt dat vet. Wacht even, ik laat hem nog even een keer af. Holy crap, holy crap, holy crap, holy crap. Ho, ho. Holy crap, het klinkt zo vet, hè. Maar dit is dus... Dit zijn maar 2 dingen uit de hele fucking modpack. En ik vind deze dingen gewoon al super vet. We hebben natuurlijk heel veel meer dingen. Want je kunt natuurlijk voor al deze Animatter en zo... Kun je ook een raket maken, heb ik even gezien. En dat is natuurlijk echt fucking vet. Ja, er zitten nog zoveel meer dingen in deze mod. Dus mensen, ik hoop... Of nee, laten we gewoon even naar de punten gaan. Daar zijn we hier midden in de hele mooie grote krater. En zoals je ziet zijn er ook heel veel nieuwe ores. Laten we even naar de punten gaan. Oh, ik zie daar trouwens Diamond. Laten we even naar de punten gaan. Ik geef deze mod een dikke 8. Een 8, omdat ik hem gewoon leuk vind. Er zitten echt heel veel mods in. En... Ja, gewoon al deze 2 dingen die we net hadden. Die antimatter en die... antimatter en... Welke was er nog meer? Die
Red Matter Explosive. Fucking episch. Alleen die dingen al. Dus laat staan alle andere dingen. Ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken. Ik wil Bas, oftewel Astalal, ook nog eventjes bedanken voor deze modpack. Want hij heeft hem niet officieel gegeven, maar ik ben door hem op het idee gekomen. Omdat hij hier een keer een serie mee is gestart. Dankjewel Bas. Mensen, ik hoop jullie volgende week weer te zien bij een nieuwe mod spotlight. En dan ga ik wel weer gewoon een mod doen. Dus mensen, tot volgende week. Houdoe!